Als je andere mensen maar om je heen nodig hebt om je ego omhoog te boosten. Ja, wat wil er allemaal hier stofjes aan het vrijkomen zijn die je lichaam inkomen? En jij ben je niet bewust. Of kan je niet plakken aan wat je eet, wat voor energieën dat zijn. En niet snap wat zwerig je ego omhoog doet. En dan blijven eten wat er op de zeebodem loopt. En dan niet snappen dat je steeds gayer aan het raken bent. Zo kan ik niet inkleuren waarheen. Maar jij weet wel wat je... dat wat over de bodem kruipt. Is hetzelfde dat wat hier al over... het land heen kruipt, bij wijze van spreken. Wat eten ze? Dat wat wij horen te eten. Dus je moet het hun niet gaan eten. Of je stopt die emoties niet eraan. Je hakt niet in smerige emoties. Je brengt je frequentie omhoog. Je bent puur eerlijk. Dan heb je het al getransformeerd. Net als water onthoudt. En je kan het ook veranderen. Kijk maar naar Otomoto. Maar als je energieën vuil zijn, welke energieën in jou wil je dan gebruiken om iets te transformeren naar iets goeds? Nee, dan is gewoon elk wapen, dat kan wel tegen jou gebruikt worden. Niemand die maar bij zichzelf... Dus hoef je ook niet bij mij te representen of te doen alsof je iets van me bent of wat dan ook. Hebben we sowieso een DNA-test wat kan laten zien of je iets van me bent. We willen mensen van alles inkleuren, maar... hè? Het is echt alsof we bepalen echt dat drugs... Of dat denken dat het een droom is, of... Mensen zijn echt gewoon... Gaat voorbij, geloven in iets. Hier zit echt hallucinatie aan. Waarbij ik al een heleboel heb laten zien dat het slechts mensen beïnvloeden is. Die anderen beïnvloeden, die anderen gaan lastigvallen. En daardoor komt er een bepaald gedrag van iemand af. Als je daaraan niet ziet dat iemand zichzelf aan het verdedigen is. Omdat de aanvallen nou eenmaal komen. Zichzelf aan het... verantwoorden, dingen uitleggen of zo. Maar of jij het er nou wel of niet mee eens bent. Is het echt... als je... Sommige mensen zijn zelfs naar clones aan het luisteren. Dat meen ik echt. Of het slechts energieën zijn waar ze langer wat niet van hun is en nadoen. Of dat het verder gaat als dat. En qua technologieën die overal zijn... Dus natuurlijk technologie zoals hier in het internet, beeldschermpjes, chats en mailtjes, makkelijker te beïnvloeden als dat wat aan de deur of bij je langskomt. Maar daar waarbij mensen hun bewustzijn gewoon gehackt kunnen worden, omdat ze nou eenmaal iets aan het aanbidden zijn, een demon naar binnen toe laten en nou eenmaal niet de Heilige Geest bij zich dragen, niet beschermd zijn door God, want... ze geloven er niet in en ze zijn elke keer alleen maar bezig met God blessing. Kunnen ze denken dat ze elke keer alles stiekem aan het doen zijn, maar God ziet het gewoon. Uiteindelijk komen de drie wijze mannen, die komen vanzelf op mijn pad. Die hebben me alle drie iets te vertellen, alle drie een cadeautje voor me. En dat gaat zoveel ontwaken. En dan ga ik echt begrijpen wat de bedoeling is als ik 40 word. Het is toch wel iets... 21 januari, maar 12.09 is toch echt iets wat plakt ergens aan. Is misschien een verschil hoor, met net als in jezelf zijn en dan vanaf de aarde. Daar waarbij natuurlijk de energie een zwangerschap op aarde duurt 9 maanden. Dus die energieën die zijn al veel eerder hier aanwezig. Dus kan het... Nou, ik weet niet hoe dat gaat van voeters naar geperst. In welke fases en hoe ver hun bewustzijn is. Dat is 3-4 maanden voor mijn geboorte. Dus ik weet niet welke fase dat dan is. Dat weet ik natuurlijk ook gewoon.
Niks van. Het is natuurlijk wel dat het leven zo ver ontwikkeld moet zijn voordat echt de spirit erin komt. Er is natuurlijk ook een heleboel voodoo, hoodoo, hekserij, seks, magie en noem maar op. Wat al plaatsvond voor ik bij bewustzijn in ieder geval ook echt beslissingen kon maken met mijn vrije wil. Omdat ik nou eenmaal de kennis had en weet waar ik mee bezig ben. Daarom moet je bijvoorbeeld je rijbewijs halen. En als je rijbewijs hebt gehaald, kan je ook gewoon bestraft worden, want je weet nou eenmaal de regels. En daarom heb je ook boetes en zo. Is het gewoon, je moet het allemaal kennen, want als iedereen maar op de weg gaat rijden, na alle regels die er zijn en iedereen die zich aan die regels houdt, en dan krijgen we in één keer de rest die denkt, oh wij niet, en dan ziet het eruit zoals de chaos in India. Hebben we overal voor niks rotondes, want mensen gaan gewoon linksaf de rotonde. Heb ik. Kruispunten, stoplichten, gaat helemaal nergens meer om, maar ze gaan wel af. En hun die een rijbewijs hebben, die zitten allemaal braaf. Het is één groot chaos. Er zijn gewoon regels nodig in het verkeer, dat is simpel toch? Anders gaan de ASO's of gaan mensen met pistolen en geweren over straat. Ja, zoals met een heleboel, dat we wel wetsystemen nodig hebben, maar dat het wel de bedoeling is dat alles en iedereen zich gedaan aan houdt. Ja, mensen konden helen. Een heleboel wou niet helen, want ze waren gierig voor geld. En niet gierig voor het geld wat ze zelf daar aan het verdienen zijn of zo. Nee, ze zijn aan het stelen. Een heleboel die denken dat ze in een groepje zitten bij Robin Hood. Hè? Ze stelen van de rijken. Maar het is nooit bij mij geweest. Dus, het is echt afnemen, gierigheid. Hackers die alles en iedereen blackmailen en dan op een goudmijntje uitkomen. Niet snappen dat God me hier heeft geplaatst. Ik wel. Weet ik gewoon, met het vertrouwen wat daarbij hoort. De trust, net als de hoop die ook gewoon de God aanzet. Niks te maken hebben met willen, wel te maken hebben met de gerechtigheid die ik wil. Net als dat ik niet van iemand wil houden als er geen liefde aanzet. Het heeft niks te maken met de liefde die ik afgeef. Wel te maken met wat ik wil, maar ik ben ook. Want ik ben. Nou, jullie willen niet vrij zijn. Jullie willen alles draaien en keren. Ik doe niet bij anderen wat ik niet wil dat ze bij mij doen. En zelfs daar weten jullie draaiing aan te geven. Anderen voor dingen op laten draaien. Zodat ze zelf karma kunnen ontlopen, maar hun smerige intenties, daar zit de karma aan. Allemaal mij maar gebruiken als wensputje of als geluks. Transformator, zoals mensen naar de kerk achter dat gordijntje gaan biechten. Ik zou dat bij mij ook allemaal te kunnen doen. Maar dan meer als een of andere deurmat, dus al die smerigheid laten ze achter. Zonder bedankje en zonder aan de rest te verkopen van hé, ik heb net bij Ian al mijn smerigheid achtergelaten. Nee, gewoon, wow, moet je niet in kijken, hij is echt smerig. Ja, dat is gewoon nasty. Alles wat een priester, psycholoog, trauma-expert, waar jij heel veel moet betalen, ja. Omdat ze je elke keer maar terug laten komen, want je kan nog meer betalen. Los ik zo voor je op. Geloven mensen ook niet meer. Willen ze niet geloven. Zo is er een heleboel wat mensen niet geloven of niet in kunnen zien. Dus zal ik eentje extra opgooien.
Maar ik bewaar hem even voor als ik het idee heb dat het wel klaar is. Ik weet gewoon dat ik anders ben. En prima. Dan maar uniek. En ik eigenlijk altijd vind dat iedereen uniek moet zijn. En ik toch wel mensen op een pad heb gehad. Die wel uniek waren. Ja, sommigen zijn gewoon van mijn pad gescheiden. Dus hopelijk zijn die daar nog steeds uniek aan het doen. Ook al word je ergens beïnvloed, hoop ik dat ze bij hunzelf blijven. Maar dat wat op mijn pad is gebleven, is allemaal beïnvloed. Allemaal alleen maar met masturberen. Allemaal gierig voor geld, alles in de materie. En vooral volgers, likejes en verwarring veroorzaken, vooral zorgen dat wat hun wel waarnemen, dat jullie daar geen weet van hebben. En ook al weet ik ook, met anderen die doen alsof dingen niet zo zijn, weet ik dat zelfs misschien ietsjes verder, ietsjes verder, maar binnen familie, voor mensen een heleboel dingen duidelijk. Gewoon misschien niet bewijzen. It makes sense. De puzzelstukje. Het past gewoon. Het plakt gewoon. Dat is voor sommigen vanzelf lampjes gaan branden. Dus die mensen kunnen blijven liegen, kunnen blijven draaien. Zelf in een slachtofferrolletje duiken, echt gas geven op extra dingetjes. Ik ze hun ook af en toe olie kan geven. Als je 1800 video's hebt waarin zoveel verteld wordt, waarbij mensen alles zien, dan moet ik soms hun spelletje mee gaan spelen. Dus we weten mensen donders goed als ze 1800 video's hebben geluisterd. Dat ik de gevangenis niet in wil. Dat ik niemand aan het bedreigen ben. Dat ik wel een dreiging kan geven. En als je dat kan plakken aan de rit die gaande was. Die ik toch wel op internet, ook al op Twitter, ook vrij aan het geven was. Mensen die wel mee aan het lezen waren. Dat tussen Fidère en wat er dan bij kwam ook mee houden. Die kunnen veel meer inkleuren. Dus laat ik jullie alles inkleuren, toch? Ik wil jullie denken dat jullie slim zijn. Maar ik heb op zoveel plekken lijm neergezet. Mensen die echt denken dat ik geen bewijs heb of zo voor wat ik aan het zeggen ben. Omdat ik internet en wat er om me heen gespreid daal. En wel even goed alles op video noemen. Kijk, en daar willen jullie dingen niet van geloven. Maar overal zijn bewijzen, anders zeg ik het niet. En dan zeg ik erbij wat de verdenkingen zijn, hoe ik daar kom. Ga ik pas zelf dingen beter gewoon begrijpen. Ook hoe dat zit met die hond, ringhuis. Ja, het is toch. Het gaat vanzelf vorm krijgen hier in het 3D. Hoeveel mensen het ook. En hoeveel ze ook hun best doen, alles denken tegen te houden of zo. Er zijn sommige dingen daar een tijdje gewoon niet te stoppen. Het hangt nou al zo lang in de lucht. We kunnen gewoon echt niet meer terug ook. Ik ga in ieder geval niet terug naar al het verraad en alle spelletjes en alle gaslighting. Dus elke keer toch wachten op iets. En niet dat ik dan aan het wachten ben, aan de klok aan het kijken ben. Denk, weer een week voorbij, we zijn niet verder. Duidelijk, snap ik het ritueel wat bezig is. Maar mijn vrije wil plak ik daaraan. Jullie zelf, programma's, iedereen wakker. Nou, maken we iedereen wakker, toch? Gaan we ze laten dromen ook, want dat is de bedoeling. Ja, nou. Uiteindelijk is het echt gewoon elke obstakel gewoon overeen komen. Snappen dat die hindernisjes van hun slechts toneel is. Dus.
Na een tijdje is het ook gewoon. Toch mensen die echt niks snappen van het verlichting bereiken. En daarom denken te kunnen kloten en hun spelletjes en het verstoppen. Dat ik in hun ogen dan, en waarin ze natuurlijk heel het mee bezig zijn geweest, geen homo ben. Ook als het algemeen geaccepteerd was, aan het fantaseren ben en de kan dan hand in hand met de man over straat en met hem tong zoenen en elkaar rukken en pijpen en zo. Nee, mijn fantasie is daarin echt naar vrouwen toe. Omdat al die programmering van hun daarin. En tegelijkertijd is mijn liefde nog steeds hetzelfde naar een man of naar een vrouw. Maar niet mijn seks, niet mijn verlangens, mijn lust in die seks. Niet mijn wilde fantasieën daarin. En als iemand anders, wat samen één hoort te zijn, snapt dat je niet in het vlees moet kijken maar naar die hele spirituele dingen. En dat kan je toch plakken aan de boeken die, de documenten die... En alles daaraan geplakt zit. Dus is dat hetzelfde? Naar een leeftijdsverschil van iemand die wel veel ouder is. En op dit niveau gaat het niet om twee mensen. Gaat dit echt om soulmates, twin flames, twin rays, soulmates? Gaat het, alles kan je spiritueel inkleuren. Spirituele connectie met je moeder, spirituele connectie met je vader, een spirituele connectie naar een vriendin of vriend. Dat wat ik bereikt heb, dus ook iemand in het vlees wat een man is, ook iemand in het vlees wat een vrouw is. Ja, gierig, ik mag alle twee en ik zei het elke keer al in mijn fantasie, liever twee vrouwen, eentje met heel veel vrouwenenergie. Eentje met heel veel mannenenergie. Maar wel alle twee gewoon dat kutje en die billen waarmee gespeeld kan worden. Want we zijn wel hier in het vlees. Maar het bewustzijn, het spirituele, waar het om gaat. En zijn toch verstoringen. En er is niet alleen man, vrouw. Er is ook gmail, meerdere hokjes. En zeker daarin de lusten. Maar de lusten... Horen bij je vlees. Horen wat stofjes afgeven, wat jij denkt, wat jij voelt, wat je omgeving is en wat jouw hormonen daarop doen. En daarop je fantasie, omdat je de hele dag porno aan het kijken bent en het niks met liefde te maken hebt. Dus een spirituele ontwaking betekent dat je je vlees moet meenemen. En dat is hatelijk dat ik dan een relatie, triootje met een man en met een vrouw. Het is voor hun alleen jammer als ze verdwaald zijn in seks. Als ze te veel met houden van bezig zijn, in plaats van met verlichting, naar de liefde toe komen. Ik kan er niks aan doen dat mensen liefde niet snappen. En dat ze daar dan achteraf aan de hihi en de haha, of dat ze bezig zijn als racisten, dat het gaat om huidskleur. Ik had net zo goed bruin kunnen zijn, ik had net zo goed dan Chinees of uit Irak kunnen komen. Het is de spirit die nu hier in dit aan het huisvestigen is. Ik snap maar niet waarom mensen niet bij verlichting kunnen kopen en echt alleen maar in het vlees willen hangen. Jullie zijn niet blij of zo en zitten in een huwelijk waar jullie ook gewoon door niks bevredigd of beantwoord worden qua mentaal, emotioneel of iets begrijpen. Dat is niet wat ik ga creëren. Ik krijg zelfs alles. Ja, jullie willen dingen niet inkleuren. Jullie gaan om dingen weer ook taboe willen zien. Omdat alles nou eenmaal naar een volgend level evolueert. Zoals Mohammed kunnen mensen nu een discussie opvoeren. Maar als hij terug zou komen of met hem een discussie over bijvoorbeeld
een 14 of 15-jarige meid dat die kan trouwen, want hij heeft gezegd dat het wel mag. Keer ik het allemaal voor jou, man. Als hij nu hier zou zijn, ook al heeft hij het al eerder gezegd, zal hij zijn wie die is. En als jij je meer in hem hebt verdiept, zal je nu zien dat met de wereld waar we nu in leven, de wetten waar we nu in leven, dat hij zou zeggen, we gaan het opschalen naar minimaal 17 jaar. En daar wil het Westen natuurlijk het liefst het 18 of 21 invullen. Maar waar we nu zijn, is een vrouw niet op, een meisje is niet op de 14e een vrouw. Als jij hier ook kan realiseren hoe ze eruit ziet als ze 30 is, kan je ook inkleuren dat dat niet. En we worden nu gewoon ouder. Ons bewustzijn is hetzelfde, maar waar we eerder in veel grotere stapjes gingen, gaat het nu in kleinere stapjes. Dus zouden dingen echt wel aangepast worden, ook door Mohammed. Mohammed, echt. Wie daar niet kan geloven, zou je dieper in het geloof in de Koran moeten gaan verdiepen. En dit is niet om ruzie te maken met iemand of ik weet het beter. Dit is wat God mij laat voelen. Dit is wat ik voor hem daarom ook gewoon uitspreek. Daarom ook gewoon een mening wil hebben. En hem uiten. Want ik uit hem niet alleen voor mezelf als er meerdere mensen naar mijn YouTube filmpjes luisteren. En als mensen daar alleen maar oneenigheid, ruzie willen. Er is maar één God. Je leeft erin. Als je daar ook weer een discussie op wil doen. En we hebben meerdere mensen gehad. Niet alleen Mohammed. We hebben ook Jezus gehad. Daarvoor hadden we ook allemaal mensen die God binnenlieten. God ook echt bij hun binnenkwam. Wil jij ben hier in God. Als jij hem binnenlaat, ben je niet zelf aan het lopen. Loopt hij voor jou. Laat hij jou lopen. Ja, niemand wil wat inkleuren. Alles is gek wat gezegd wordt. Hij is ook nog aan het blowen. Maar dat is net als de aanvallen waar ik doorheen ga. De trauma's. Het mij ziek willen hebben, daarmee ook mijn chronische rugklachten hebben, is net als dat ik wel mag eten qua Ramadan en zo. Is het net als een medicijn wat ik aan het nemen ben en ondertussen niet de medicijn aan het nemen ben, waar allemaal maar coke, heroïne en zo in zit. Gebruik ik toch iets natuurlijks. Is het jammer dat de prijs zo duur is en dat ik het moet, kies ik voor, met tabak moet mixen, omdat het anders nog duurder wordt en te duur wordt. Maar de superpowers zijn hoe jij omgaat met andere mensen, hoe je bij jezelf kan blijven. Ben je met normen en waarden? Kan je binnengeboden blijven? Ben je niet met zondes bezig? Dat mensen mijn schild, mijn armen, mijn wapens gaan zien als iets slechts. Hetzelfde als discussie voeren met een scheidsrechter. Als het met camerabeelden overduidelijk is dat er ook echt een fout is gemaakt. Alles gaat door evolutie heen. Dat is de bedoeling. Dat de dingen veranderen. Jullie willen dat maar bevechten. Hadden we al lang al dingen opnieuw kunnen opbouwen, maar mensen zijn alles erger aan het maken. Ze willen graag ook een slechterik zijn. Hoe moet ik dat aan mijn zijde gaan zetten? We komen de wereld beter maken nu. Weet ik gewoon dat ik wel mensen om me heen kan hebben die wel blij met me zijn, wel willen horen waar ik over praat. Niet alleen maar vanuit hun gierigheid aan het luisteren zijn, daarom iets bij hun hart komt of heel erg hard doet, maar gewoon het spirituele gaat snappen. De overheid mag zometeen zelfs gaan begrijpen dat ik echt de enige echte blijkbaar ben, in ieder geval dit zooitje wat ik hier al allemaal zie. En als ik daar naar het kijken ben, voel ik me bijna de chosen one, zelfs binnen al die illusies. Dat lijkt wel zelfs niet in die illusies te zitten. Dat is gewoon wat real life hier is. Is niet voor niks. Hoor ik zelf wel wanneer mensen de waarheid willen vertellen. Moeten mensen alleen niet denken dat ze er iets aan winnen
in hun hoop iets willen. Dat is toch echt ik die vanaf daar al moet kiezen of ik iets aan jou ga geven, ja of nee. Lastig voor jou om bij je onvoorwaardelijke liefde te komen en dat je die ook aan mij moet afgeven dan. Als jij verraad bent, hoef ik hem niet aan jou af te geven. Sommigen is het echt oog voor oog. Ga maar een weekje niet masturberen, een weekje niet aan de drugs. En wel mediteren en met het goede en positief zijn. Het goede willen weten dat als je klaar bent met die hele week, dat je de waarheid gaat spreken. In plaats van hangen in negatieve energie, alles proberen te verstoppen. Uiteindelijk kan ik ook gewoon alles afsluiten en nieuwe dingen creëren. Zeker als dan alles terug bij mij komt. Zeker als mensen... Als God zou meteen stoppen met mij verstoppen, jullie weten dat jullie dat niet deden. En iedereen dingen gaat inzien. Leuk dat sommige praatjes hebben zoals die Verdi. Maar waar was je 2,5 jaar geleden dan? Of als je er eerder was, waar was je een jaar geleden dan? Als je mij ook ziet reageren op... Of mij ook gedeeld ziet worden op Fidera. Zoals toch met al die mensen die gedeeld werden op Fidera. Die zagen toch ook die anderen waarover gepraat werd. Kon je toch inkleuren wie welk rolletje speelt? En maar je rolletje blijft spelen. Nee, gaat in hun verhaal leiden. Maar ja, ze zullen allemaal wel een anale activatie gekregen hebben. Dus dat hoort gewoon bij het zooitje. En anderen die zijn echt als heksen met voodoo dolls en weet ik het allemaal. Echt dat roeren in ketelen. Ik steek gewoon een kaarsje op in de winter. Lekker warm. Warm voor het oog ook, zeg maar. Want er staat natuurlijk gewoon een verwarming aan. Er sommigen die hebben echt alle kleuren in huis. Ja, als ze graag willen doen alsof ze jou zijn, zijn ze, kunnen ze niet in hun hoofd een blauw vlammetje creëren. Maar nee, helemaal een blauw kaarsje aan. En andere, ja, door hun spelletjes, alles en iedereen uit wouden schakelen, gewoon gierigheid, snijd je ook in je vingers. Zeker als je niet kan geven wat ik wel wil. En als het een trio wordt, dan jullie die seks daar niet zien, dan wil ik even goed wel die seks zien naar een lekker kontje. Dan slingert er niet iets onder. En soms moet je... jullie willen alles op internet hebben. Sommige dingen moet je in slaapkamers houden. Ik heb wel het gevoel... meer dan dat, want het hangt echt... Het lijkt echt... toen ik zei dat ik dingen in steen had zien staan... En dan kan ik ernaar gaan zoeken en naar gaan graven naar die stenen. Maar dan komt het niet. Want ik doe niks. Het komt bij mij. Ik spreek het uit. Ik zie het hier gebeuren. Ik zie andere mensen het nadoen. En wat ze nadoen koppelt niet eens wat hier gebeurt. Maar koppelt zich aan wat er in het verleden is gebeurd. En hoe mensen zich hierop gedragen. Er is een soort van formule bezig. Ik word gebruikt in een of ander gek experiment richting het leger. Als jullie het allemaal niet willen geloven, het bij God zijn. Nee, jullie willen overal wilde verhalen aanplakken, zoals Pleiadians. Terwijl verdiep je meer in dingen. Je snapt dat Pleiadians, daar in de, wanneer je de hemel in kijkt, sterrenstelsel met bepaalde sterren is. Diep je nog meer in wat dan met de aarde. En oh, dan zijn er gewoon volken, stammen geweest. Die dat aan het aanbidden waren. Nou, net als dat je, als je het verleden indiep, wel meer kan zien hoe bepaalde mensen een titel aan zichzelf schreven. Door hun naam te veranderen naar de naam van die planeet. Ja, kleur je nog meer in. Daarom is het hoe meer ze opgraven, hoe verder we komen.
En daarmee wordt God alleen maar groter. Jullie willen hem klein houden, ik niet. Uiteindelijk gewoon alleen maar spelen met mensen hun energie. En heb ik echt het gay-programma gezien, maar snappen jullie verlichting niet? Ben ik niet gay aan het doen, omdat ik een man ook onvoorwaardelijke liefde kan geven. En misschien houden ervan, want je kan ook van je vader, je oom, je broer of je zusje houden. Je kan zelfs in die way en op die manier wel een beetje van de buren houden, omdat je dankbaar bent voor het vertrouwen, want ze laten de sleutel bij achter en zo. En hun zijn dankbaar dat hun bij jou die sleutel kunnen achterlaten, dat er voor hun kat gezorgd wordt en dat er niet iemand anders die ze niet vertrouwen binnenloopt, of dat je je kat naar een hotelletje moet brengen wat weer geld kost, want ik doe het gewoon gratis. Zo snappen mensen niks van liefde. Hangt overal maar iets aan terug willen krijgen in plaats van blijven geven. Eén groot setup voor mij, maar ik breng uiteindelijk dat hele systeem van ze aan het licht. En dan willen ze niet met een compromissie komen waar ik het mee eens ben. En dat is gewoon, ja, ik ben op zoek naar antwoorden. Jullie weten ondertussen welke vragen ik aan het stellen ben. En daarmee is het gewoon fuck alles en iedereen dan. Dan gaan we het OM met een hele poppenkast. Als de kultjes die hele kult. Is het de hele familie. Is het alles en iedereen wat zich als een Scooby-Doo gedraagt. En dan heb ik zoveel te bewijzen. Mensen hebben echt geen idee. Jullie hebben alleen maar jullie zelf kapot gemaakt. Geen idee waar jullie lijn plaatsen, maar wel spelletjes blijven spelen. En anderen die laten zich met blackmail, dat ze maar niet naar me toe komen. Ja. En dan weet ik niet wie erbij hoort of niet naar me toe mag komen. Meer. Dus is het gewoon één pot nacht, want hun mensen willen toch niet biechten, willen toch niet de straf nemen die er uiteindelijk bij hoort. Ja, zelfs Freemasons, Masons, Illuminati, fuck het allemaal. Ik ben Anunnaki. Ja, kunnen mensen ook niet heen kleuren, waar ook niet heen fantaseren. Dus ja, daarom is mijn creatie een stuk krachtiger als die van jullie. Oh, je hoeft alleen maar je trots aan de kant te zetten. Gaat de rest vanzelf. Allemaal maar door willen gaan met de generatievervloekingen. En ik breek dat gewoon. Het is afgelopen. Zelfs de overheid, die kan me niet stoppen. Want Superman, kind van God, zijn favorietje. De engelen zeiden, alle ancestors hebben ondertussen ook gezien hoe het zit. Nu of alleen nog maar hier in 3D kijken wie er bij zijn hart is. Heel simpel. Uiteindelijk gaan mensen zien, al willen het naar het vlees, na één keer, ben ik die lesbische. Als mensen graag de man willen zijn, kan niet. Want dat was ik al. Ja, ik kan er niks aan doen, toveringen, dat ik de koning en de koningin ben. Ja, dat geeft me wel niet alleen qua DNA, qua genen, wat die boost is. Maar spiritueel gezien heb ik gewoon twee keer zoveel ancestors als dat jullie allemaal hebben. En mogen ze allemaal luisteren, want ik ben hier al vast. Hun zijn slechts energieën die niks kunnen doen. En ik kan het hun heel lastig maken. Want als ik zeg dat ik ze door laat gaan of dat ze niet op te lossen zijn, dan is het gewoon klaar. Daarom kunnen jullie niet aan bepaalde energieën komen. Maar geef ik iedereen een kans tot april 2023. Zeg ik de hele tijd al. Daarna gaat alles. Gaan jullie snappen? Spirituele hitman. Spirituele detective. En niemand hier wou aan het werk, dus moet iedereen het voelen ofzo.
is dat graag wat ze willen. Dan gaat niet alleen mijn familie vallen, gaat echt OM gaat vallen. Dan ze allemaal die errors krijgen die ze verdienen. Dus het uiteindelijk alles alleen maar 1-0 is, is niet zo heel moeilijk. Ik kan gewoon binnen de wet blijven. Ze hebben me geïsoleerd, hoor. Dus ik zit thuis, wie val ik lastig? Als ik een mening mag hebben, dat op internet mag plaatsen. En daarbij alleen rekening hoef te houden met de richtlijnen van YouTube. Ja, en ik moet natuurlijk niet elke video gaan dreigen, want dan begint het al echt een bedreiging te worden in andere mensen hun ogen. Nu kon ik die poppenkast nog een beetje draaien naar de gesprekken, ook aantonend zometeen, die ik eerst met Fider heb gevoerd, om voor jullie daarna te kunnen laten zien wat er allemaal mist. Want, hè?